Kijk maar niet op TV. We hebben een nieuwe aflevering van Pop en Twin Boo Rainbow Bell Adventures. Ik moest de cardfish er zelfs gewoon bij pakken om te kunnen zien wat voor naam het was. Dit speelde ik op emulator, want ik heb namelijk geen... hoe heet dat? Capture card. Voor mijn oude SNES. Dat ik nog steeds gewoon doet. Maar zoals je ziet, we zijn nu dus in space. En op die monsters hier kun je niet 1, 2, 3 op staan. Dan krijg je gewoon een hele lading damage. Zoals je ziet, de map is ook gewoon heel anders nu. Want ik woon nu dus richting die G. En ik weet dat deze boss battle van deze map, deze wereld, best wel vervelend is. Hey, hier hebben we Mario Trump. De Trump dingen. Trump, hoe die ook precies heten. Trump trouwens niet, maar... Als je daar onder popt, ben je gewoon instant dead. Hey, hier hebben we een speciale key door. Die nog niet unlocked is. Houston! I softlocked the game. Oh, never mind. Dat duurde best wel lang voordat die gedeblokkeerd was. Hey, extra health. Aha. Oh, ik kan weer via die kant. Kijk, ik kan ze eigenlijk alleen maar zo killen. Hierboven zit dus de bol. Dat betekent dat ik nog ietsjes verder omhoog moet. Oh, here we go again. Beetje softlocked. Hallo? Stop it! Thank you. Hier uit. Nog iets verder omhoog. Ja, ik wist dat ik dat dood zou gaan. Jammer. Ik ben nog echt binnen aan die controllers. Want dat is gewoon totaal niet logisch voorbij. Met de controllers spelen. We gaan even zien wat Skip gaat stranden nu. Waarschijnlijk ga ik deze wereld niet in één keer uit kunnen spelen. Want hier zit ik op dezelfde hoogte. Maar ik moet alleen de andere kant op volgens mij. Ik heb in ieder geval iets. Ik ben een gambitje aan het kapot maken. Jezus. Word ik gesniped. Als ik even loop, dan kan ik weer wat spulletjes terughalen. En jij schiet... Veel meer dingen op mij. Vind jij altijd zo leuk? No. No. Come on. Ik moet dus eentje hoger weer zitten. Dus voor mij moet ik zo goed, niet zo goed als hier zijn. Nope. Zodat ik niet weer hier dood ga. Dat zou op zich best wel vervelend zijn. Zo ziet het er gewoon echt één groot doolhof geworden. Ben ik er niet eerder geweest? Ja. Moet wel op deze hoogte zijn. Hey. Nee. Jezus, je moet hier naar boven. Kijken, nog heel ietsjes verder.
Hier komt dus net vanaf. Dus gaan we hier naartoe. Waar kom ik hier eigenlijk uit? Bij een blauwe key door. Er ligt geen key. Dus weer wat extra health. Waar zit ik nou hier? Helemaal onderaan. Ik wil gewoon zien dat ik vanaf hier uit moest gaan. Hier ben ik nog niet geweest. Hier zit ik wel recht boven de goal. Wat staat hier achter? Om het spel nog extra moeilijk te kunnen maken. Ja, kijk, found him. Zo, dat duurde lang. Zoals je zag, de eerste wereld was echt ziek simpel. En die tweede wereld was dan een heel stuk lastiger. Maar ja, er moet natuurlijk een beetje uitdaging in zitten. Ze zit hier dus rechtstreeks boven. Goed om te weten. Waar kom ik hier uit? Oké, dan zal het leuk om water zijn. Hop, dat is minus 1. Dat is ook dead. Waar kom ik hier naartoe uit? Dat is wel letterlijk stad weer. En daar heb ik niet zo heel veel aan als ik daar terecht kom. Er zijn meerdere setbacks in dit level. Dat is goed om te weten. Dan gaan we de andere kant dadelijk op. Super Mario Maker regel. It's not a troll level if you've been resetted until the start. Or to a previous checkpoint. Hoppa. Gewoon de bedoeling dat ik er gewoon overheen ging lopen, maar... Dat ga ik dus lekker niet doen. Zit hier niet op deze goal? Of hierboven misschien? Wel andere annoying monsters. Hop. Echt, ook eens even down. Zie, ik ben al heel langzaam die controle weer een beetje te kennen. Ik zie dat het langzaam weer wat makkelijker gaat voor mij. Dan is dus helemaal teruggelopen naar de stad. Dat is ook een prestatie. Waar kom ik hier uit? Ik ga alle kanten op. Dat is gewoon letterlijk weer, ook weer terug naar stad. Is dit nou van... troll level? Nee! Waar kom ik deze kant op uit? Oh, ik moet het hele level doorlopen zonder een keer te vallen. Het is automatisch helemaal terug. Here you go again. Leuke mechanic. Kijk, dat is nog makkelijk.
doorheen racen. Moest ik hier trouwens wel in?